Exhibition designers Cusman de Jong exploit every inch of space available to them to create immersive experiences around their subjects. With a background in architecture, they use a mix of media and disciplines to tell associative stories. Film, light and sound are essential components in the imaginative presentation of complex content. With a host of projects scattered around the globe, they set a new standard in exhibition design, exemplified in their work for the World Expo. The Dollhaus, an old mental institution in Haarlem, which became a museum of psychiatry in 2005, is a good example of how they tell compelling stories. Vergelijken met een theaterstuk of een film of een boek schrijven. De idee is eigenlijk niet anders, alleen wij lopen door het verhaal heen. En daar zijn we naar op zoek van. Wat moet er in het uur, wat normaal een theatervoorstelling is, en daar zit je gewoon vast op een stoel en dan kijk je naar een scherm, wij lopen. Wat moet in dat uur gebeuren? Dus de vertelling is niet strikt lineair, maar fragmentarisch. Dus we bieden iedere keer stukjes verhaal aan die uiteindelijk bij elkaar een groter verhaal opleveren. Maar iedereen beweegt er op een andere manier doorheen. En iedere bezoeker zal ook zijn eigen verhaal maken in zekere zin. In dit geval waren we op zoek naar psychiatrie. Heel eng onderwerp voor veel mensen. Dus we waren op zoek naar hoe kunnen we iets maken wat op de ene manier een breed publiek aanspreekt en wat ook een verbinding legt met de bezoekers. Dus dan zijn we op zoek naar de grens tussen normaal en abnormaal. Ik wil het gebouw heel erg laten meedoen in die vertelling. En we zijn ook gelukkig in staat geweest om te voorkomen dat het al te museaal zou worden. Ik deed niks anders dan huilen. En ik had helemaal niet het gevoel dat ik huilde, maar het stroomde gewoon er maar uit. En dat hield nooit meer op. Nou, dat was het begin van die depressie. En daar ben ik een jaar mee zoet geweest. Dit is het enige museum in Nederland waar je niet met bewegwijziging precies weet waar je heen gaat, maar je de weg kwijt kan raken. Dus overal hebben we wel een kleine aanwijzing dat je kennelijk hier doorheen kan. Open de deur. Maar we hebben ook overal drangers opgezet. Die vallen gewoon, valt de deur achter je dicht. Maar het gevoel van, goh, waar ga ik heen en waar kom ik nou weer in terecht? Dat al die onderdelen kunnen bijdragen aan gewoon de ervaring. We hebben het idee van, dat in die wandeling die je dan maakt, moet die ruimte in de eerste blik die moet wat zijn. Dan zorgen we ook voor grote teksten, grote beelden, de sfeer van de ruimte. Je kan de psychiater, die praat, ook niet missen. Ook het interactieve, dat je dat allemaal zelf mag doen, dat je overal ergens aan mag komen. Dat hoort dan bij die ervaring die je dan hebt. Nou, wat je hier behalve al die collectie ook ziet, is het monumentaal gebruik van film. Ook weer direct op die muren. Over balken heen, over gaten en nissen heen. En het zorgt ook dat die zaal even een monumentaal gebaar krijgt. En dat het niet een statisch geheel wordt van collectie waar je met je handen op je rug naar moet kijken. Maar dat het ook multimediaal wordt en dat er veel reuring is. En belangrijk, als je voorstelt dat die film er niet was, dan zijn er gewoon geen mensen. Dan hebben we alleen maar spullen. In an online era where information is available to everybody all the time, some might argue that museums are a relic of the past. But Cusman de Jong are adamant that their approach guarantees the survival of museums in the 21st century. Wij denken echt dat er een ongelofelijke wereld open ligt als je media kan combineren, als je film, je echt bewust bent van film, van geluid. Van eigenlijk al die fusions en dat je dat tot iets nieuws kan maken. Maar eigenlijk, als er een discipline is waar we heel erg aan verwant zijn, dan is het bijvoorbeeld landschapsarchitectuur of ontwerpen. En je wordt niet moe in een mooie stad als er voortdurend perspectieven zijn, pleintjes zijn, prachtige etalages zijn, grappige ontmoetingen zijn. Maar wij moeten het alleen allemaal maken, want wij hebben geen stad. Dus dat is steeds de kunst.